Hoi, welkom bij Chennai Masala. Vandaag ga ik bladerdeeg met spinazie en feta appies maken. Wat heb je allemaal nodig? 200 gram feta, 150 gram spinazie uit de vriezer, 2 lentij, 3 groene peper, 2 teentjes knoflookpest, 1 ei, 1 theelepel zout, 10 velletjes bladerdeeg. Vandaag is heel mooi weer. Ik ga buiten koken. Feta in de kom. Goed kruimelen. Fijn. Dat er niet de dikke klontjes in zit. Meng alle ingrediënten bij elkaar, behalve ei, bladerdeeg. Spinazie, 150 gram. 2 teentjes knoflook, geperst. 2 lenteuitjes, fijn gesneden. 3 groene peper, fijn gesneden. Als je niet houdt van pitten, kan je ook 2 van maken. Half theelepel zout. Je hoeft niet alles gebruiken, omdat in feta zit ook een beetje zout. Anders wordt het te zout. Goed mengen alles. Dit is mijn tuin, allemaal aan het bloeien. Zie je bloemetjes, en mooie kleurtjes. En palmboom. Alles goed gemengd, gaan wij nu bladerdeeg vullen. 1 eetlepel vulling. De puntjes al bij elkaar toevouwen en goed dichtknijpen. Een envelop van maken. En de hoekjes goed dichtknijpen. Kan je hier een kleintjes maken. Dit kan je ook bij borrel gebruiken, borrelapjes van maken. Ondertussen de oven voorverwarmen, 200 graden boven en onder. En dan gaan wij de ei openmaken. En goed klutsen. En een heel klein beetje overheen smeren. Dat is voor een mooi bruin kleur te krijgen. Als jij helemaal vegetarisch bent. Niet willen ei gebruiken, dan hoeft ook niet. Oven is al warm. 200 graden. Dertig minuten bakken. Is klaar. Het is heerlijk bij koffie, thee of bij borrel. Eet smakelijk. Tot de volgende video. Dag!